De recessie nu is natuurlijk iets anders dan de recessies die we in de voorgaande jaren gehad hebben. Het is eigenlijk bijna een zegen nu. Ja. Je kan even op adem komen. Ik noem het ook, neem deze pauze, bereid je voor de tweede helft, want die wordt echt spannend. Ja? Ja. Maar dat betekent dat we nu niet alleen maar te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt, maar we hebben eigenlijk ook met de bevolkingsgroei hebben we ook te maken met een record aantal werkenden in Nederland. Nou en of? Ja, meer dan 9,7 miljoen. En dat is dus ook in juli weer, hè, er zijn inmiddels de cijfers ook over bekend geworden. In juli is dat ook weer gegroeid. We gaan richting de 9,8 miljoen werkenden in Nederland. Ja. Gaat maar door. En dat is niet alleen omdat onze bevolking hard groeit, want dat doet hij eigenlijk niet. Behalve via arbeidsmigratie of via migranten groeit onze bevolking nog wel wat. Maar we willen ook er zijn steeds meer mannen en vrouwen die zeggen, oké, ik ga ook wel op die arbeidsmarkt meedoen. Hè. Dus onze arbeidsparticipatie is nu bijna 76%. Hebben we nog nooit gehad in Nederland. Dus van alle mannen en vrouwen tussen 15 en 75 jaar oud, doet meer dan driekwart mee. Ja. Ongelooflijk.